Je hebt dansen. En je hebt dansen. En je hebt ook dansen. En vanavond gaan we dansen. Maar dan wel echt helemaal los. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Rutger. Ik ben Jan Schaap. Zo, de hoed is al op. Ja, de hoed is al op. Want wat gaan we doen vanavond? We gaan vanavond naar de dansschool. Ja? En dan gaan we gezellig dansen vandaag. Ja, dus ik... Hallo, mevrouw Billing. Zit er ook al helemaal klaar voor? Hoi. Hallo, Rutger. Mijn dochter. Alles goed? Ja, zeker. Mooi. Ja, prima. Zullen we eerst nog wat drinken? Of, ja, zo ja, is het. Dus ik lust wel een biertje. Ja, lust wel een biertje. Ja, lekker. Ja, nou, dat kan. Camera, Ruud. Lekker. Biertje, Ruud, ook een biertje. Kan ik even jullie inzitten? Ja, kom maar. Twee mooie hoeden op. Jullie gaan, we gaan dansen vanavond. We gaan country. Jij hebt ook je countrylaars aan, zie ik. Ik heb ook mijn countrylaars aan. Ja, leuk allemaal. Daar heb ik daar eigenlijk niet speciaal voor gedaan. Dat zijn gewoon mijn normale schoenen. Maar jullie gaan echt country. En het is ook echt een countryavond. Nou, het is niet speciaal een countryavond. Het is ook stijldansen, salsa dansen. Alles door elkaar? Ja, alles een beetje door elkaar. Vrij dansen? Ja. Ben jij goed in lijn dansen? Ik ben niet zo goed in lijn dansen, nee. Want ik ben erg... Mijn ritmegevoel is niet alles. Irriteer je er nooit aan dat je geen ritme kan houden? Elke maandag. elke maandag. Ja. Wij zijn nu daar ook pas een week of vijf zijn we er nu pas daar. Maar het bevalt ons hartstikke goed. Jij drinkt ook wel alvast wat biertjes, hè, voordat je weggaat. Wij drinken... Zo praat je al in ieder geval. Heerlijk. Als ik vrij ben, dan ben ik daar niet vies van. Nee, dan neem ik graag een biertje. Nee, nou, dat straal je ook helemaal dat uit. Dat is heerlijk. Dat is mijn ontspanning. Zullen we erop proosten dan? Proost, hè. Proost. Zullen we dan gaan? Want ik ben benieuwd naar die dansschool. Ja, of moet je eerst leeg drinken? Nee hoor, dat is er al maar. Hoor. We gaan... Even. Handig die touwtjes, jongen. Ja, dat is handig. Lopen, maar dat is goed voor de vliegen. Godverdorie. Je moet eens weten hoeveel vliegen we hier hebben. Hallo Piet, we komen hoor. Voor een ogenblik, hè. Piet staat er voor de deur. Is dat de uitsmijter? Dat is de eigenaar ook. Oh, dat is de eigenaar. Dat klopt. Van de dansschool. Dat is van de dansschool Rogina. Goedenavond. Ja, man. Piet. Zeg binnen. We zijn 59. Ja. Hallo. Het kan helemaal goed gaan. Dus, mag ik jullie even storen, even onderbreken, want jullie staan ongelooflijk leuk te dansen. Wat is nou voor je? Daar is zaterdagavond voor, uiteraard. En, is dat zo? Ja, natuurlijk. Zaterdagavond is de dansavond. Dansen is voor jullie een soort van uitlaatklep of zo? Of, ja. Is ja. Dat zo, ja? Ja hoor. Let je nog wel op? Of, ben je... Uitgaan is dansen. En, ja, inderdaad. Heeft u soms een pilletje genomen? Nou... Misschien, hè? Ja, aspirine tegen de kiespijn, maar... je zit alleen maar aan de bar, we gingen toch dansen? Ja, we gaan ook zo dansen, jongen. Als de muziek er een beetje naar is, dan gaan wij zo country... De muziek is er niet naar. Ik eens even gaan vragen bij de DJ. Ja, maar dat je wat country wil draaien. Country? Als je wat country gaat dansen, gaan wij dansen. Wij gaan country aanvragen, kom op. Kan jij nou even kappen met dat zoetsappige gezeik hier? Ja, maar kijk dan. Ja, de hele dansvloer zat vol. Ja, je hebt wel gelijk. Maar ik heb een paar mensen met me mee en die willen even country horen. Gaan we even doen. En wel nu. Ik heb een walsje nu opstaan, een country wals. En dan voor hun ga ik wat pittigers. Dus hierna krijgen we een country nummertje? Ja, maar niet voor hun. Dat is een ander verzoekje.
We staan in de wacht, Maar daarna komt het. Daarna komt hij. Nummertje 2 zijn wij. Boom boom bailando, dans met mij de tango. Boom boom bailando, dans met mij vandaag. Nu heb je het te pakken, hè? Ja, al jaren, jongen. Al jaren, ja? U danst al jaren? Ja. En ook les gehad? Nee, nooit. Oh, dat kan je ook wel zien. Ja, toch wel, maar dat vind ik niet erg. Pak maar naar mijn zin heb. Ja, als je maar naar zin hebt, dan gaat het om. U vindt het ook niet erg dat uw vrouw helemaal niet kan dansen? Nee, maar het maakt niet uit. Het maakt helemaal niet uit. U kan het ook niet, dus... Ja. Het is gewoon elkaar behelpen, hè. Wat kost zo'n avondje nou voor de mensen hier? De intree is €3,50. En dan... Zo? Nou, zijn we toch heel de avond voor bezig? Hè? Nee, en de drankjes, ja, dat bepalen de mensen zelf. Wat ze drinken. Loopt het een beetje, deze dansschool? Nou, het mag wat drukker worden. Ja, en een beetje meer stijldansen, dat mag best wel komen. Maar je zou toch zeggen, het programma Dancing with the Stars, dat dat een soort van, dat hoor je overal, dat het, is, ja. Het wordt gehyped, de dans wordt gehyped. Ja, dat zeggen ze, maar hier loopt het nog niet storm dat je zegt, zoals ze het op de televisie zeggen, van nou, het loopt vol hier, maar hier toch nog niet zo. Ik moet heel erg ingrijpen, want ik zei aan mijn tanden. Sorry, jongen. Jij staat te dansen, jongen. Ik heb totaal geen rente. Heb ik helemaal niet. En dan proberen ze hier mij bij te brengen. Een vrouwtje kan dat wel, hartstikke goed. Ja. Maar ik niet. Nee. Totaal niet, helemaal niet. Wat gaan we doen? Wat gaan we nou doen? Dat ken ik helemaal niet. Ik ken alleen maar rechts voor, opzij, links voor en opzij. Jullie zijn wel een beetje verliefd. Jullie staan ook wel een beetje verliefd bij eigenlijk. Nou ja. Dat hoort bij dansen. Ja. Dat hoort bij jullie. Bij dansen? Nee, dat hoort bij dansen. Nou, maar oké. Okay. Maar zijn jullie nou verliefd of niet? Nee, hoor. Nee, nog niet. U ook niet een beetje op haar? Nou, ik wel. Een leuke vrouw. Maar, ja, zeker. Misschien dan misschien gewoon een one night stand even. Wat zegt u? Een one night stand even. Oh, ik versta geen Frans. En één nachtje? Nee, ook nog niet. Ook geen één nachtje? Nee. En u? Nee hoor. Ook niet? Nee. Lubber nog even bij het danspadje. Maar misschien dan iets voor langer. Echt een lange verkering. Misschien, ja. Ja, tot het dansen afgelopen is. Ik doe gewoon even mee, hè? Gaat u vaak uit in de dansschool, Regina? Elke week. Elke week? Zolang mijn benen kunnen blijven doen, blijf gaan. En waarom doet u dat dan? Voor lenig te blijven en onder de mensen te blijven. Ja? Want er zijn veel mensen die thuis blijven zitten achter de geraniums. Maar voor mij is dat... Oh, de vogeltjesdans. Ja. Die kan ik ook. Kom, de vogeltjesdans. Gaat hij ook weer zo? Het is 2:30 en ik ben eigenlijk wel een beetje uitgedanst. Ik hoop Jan ook. Dus ik ga even vragen of Jan al aan zijn bedje toe is. Jan, kom maar aan. We gaan nu al. We gaan naar bed. Ik ga je in bed stoppen. Ja, oké, we gaan even nog een slokje, hè? Neem nog een slokje. Eentje. Een bier is voor mij alles. Kun jij het sleutelgat vinden, lieverd? Want ik kan ook niet meer hoor. Weet jij nog ongeveer hoeveel je er gedronken hebt? Nee, ik zou het niet durven te schatten. Nee, dat weet je helemaal niet meer.
Nee, daar wil ik ook niet over. Nee, dat wil je ook niet eens weten, joh. Dat wil ik ook niet weten. Wat een handige touwtjes. Wat een handige touwtjes. Ik ga lekker mijn jas uitgooien. Ja. Ik zit helemaal vast hier. Ruud zit vast. Ruud gaat het. Ja hoor. Kom. Mijn jas lekker uit. Maar we dachten eigenlijk dat we met jou naar bed gingen. Dus kom ertussen. Ertussen? Kom op. Ik ben vorige week al in de parenclub geweest. Ja, maar dat maakt niet uit. Dan moet je nou weer. Jullie hebben een waterbed. Wij hebben een waterbed. We wensen jullie wel rusten. Dan blijven we hier. Ga jij weg? Oké, tot de volgende keer. Wij hebben nog een ander.